Goedemiddag. Ik zou zeggen een warme, hete namiddag met een happy end. Naast mijn lege stoel, blijkbaar hebben andere mensen van de pers voorrang op deze trainer. Maar dan zal ik beginnen met onze trainer, namelijk van KV Oostende, namelijk Kurt. Ik zou zeggen, het kan niet beter. Veel volk, zon en de overwinning en de ambiance. 12 op 12. Hoe lang zou dat geleden zijn in de historie van KV Oostende dat we 12 op 12 hebben? Ik zou het moeten aan de mensen van de pers vragen die dat bijhouden, maar ik denk toch dat het lang geleden is. 2003-2004, dus het is toch 5 jaar geleden dan. Kurt. Ja, oké, 12 op 12. Vandaag was een hele belangrijke wedstrijd. Dus na 10 moet ik zeggen dat iedereen het niet meer hoopte dat we nog ons konden redden. Heb ik het ook eventjes niet zien zitten, omdat ik dacht dat het misschien beter was van een stap opzij te zetten voor de spelers en voor de club. Maar ik moet wel zeggen, de reactie van beide, zowel de bestuur of de spelers, waren schitterend. Dan zie je de 12 op 12. Ja, wat moet ik wel zeggen, ik ben gewoon enorm opgelucht, ondanks alles. Want ik kan je wel verzekeren, als je dus naar hier komt als assistent, dat je dus totaal niet denkt dat je 2 keer gaat hoeftrainer worden. Dus ik heb het 2 maal gedaan. Ik denk dat je moet even verder gaan kijken. Of misschien nog veel verder op die 12 op 12. Niet dat je 2 keer in, als assistent hoeftrainer wordt. Dus was het zeker niet gemakkelijk. Dus na 10 ben ik dan toch gebleven. Dus schitterend gereageerd. En ik vind, maar moet ik ook wel zeggen, als we Mark, onze spits, Hans Jaar hebben, komen we misschien ook nooit in de problemen. Maar het is zo, we hebben ons herpakt wat dat niemand nog dacht. Dat ik het niet kon en dat er ook de spelers niet kon, hebben we toch maar gedaan, 12 op 12. En dan moet ik dat wel zeggen, schitterend. Wat maakt het verschil voor het ogenblik in die ploeg voor de kerstperiode en na de kerstperiode? Zijn dat de wintertransfers? Nou, we moeten wel niet ontkennen dat Mark een meerwaarde geweest is. Dat is een feit, Liar was ook een meerwaarde. Maar ik denk niet dat het volledig aan alle, het is totaliteit. Als je ziet dat je dat al start na enkele maanden of na een maand dat de trainer buiten ligt, dan zit je al met problemen. Dan heb je na 4 weken een nieuwe trainer die zegt achter 14 dagen, ik stap ook op. Ja, dan zou ik je wel zien. Welke, dan moet je al serieus een dik vel hebben om dat dan maar eventjes opzij te zetten. En moet ik zeggen, we hebben ook veel geschorst gehad, veel geblesseerden. En we hebben nooit tot nu, onlangs de laatste 3-4 wedstrijden, met dezelfde ploeg kunnen spelen. Dus dan moet ik zeggen, daar liggen misschien een beetje de oorzaken. Ik hoop echt dat volgend jaar een ander seizoen wordt voor Oostende. Want zoveel jaar na elkaar, je wordt er een stuk schouder van. Kurt, u bent nogal, zou ik zeggen, bitser misschien, maar bent niet zo tevreden, zou ik zeggen. Uw stem klinkt zo'n beetje. Ik ben heel tevreden. Bent realist. Opgelucht, maar ik wil wat ik in feite een keer zeggen, wat het zo moeilijk soms is. Als je in de hoek van de klappen, als je in de hoek van de klappen valt, moet je zeggen dat het is alles tegenslaat. Dus mensen die meegeweest zijn aan Namen, dus aan de rest moet het 0-3 voor ons zijn, maar we verliezen niet. Dus dat zijn allemaal van die zaken. Maar oké, goed, ik ben zeker opgelucht. Ik ben enorm tevreden. Want ja, het is toch verwezenlijk dat we dat nog gedaan hebben. Dus, want niemand had gedacht dat het nog zo ging zijn. Dus daarvoor ben ik opgelucht. Maar ik wil maar zeggen, de vraag is van waar is het probleem gekomen. En ik denk dat daar de problemen gekomen zijn. Het was uw laatste wedstrijd als hoofdtrainer op KV Oostende. Ik las in de pers en u bent erin geslaagd. U verlaat KV Oostende als hoofdtrainer langs de grote poort. Dat siert u. Iedereen had kunnen zijn. Kurt heeft KVO gered in dit jaar en heeft een 12 op 12 met een 12 op 12 of misschien met een 15 op 15 geëindigd. Dat is chapeau, zou ik zeggen. Dank u, maar ik moet zeggen, voor mij wil ik door de grote poort naar buiten gaan. Ik ben hier 22 jaar geweest en ik denk, als je 22 jaar in een club bent, dan heb je clubliefde en heb je groot hart voor de club. En als je dan moet degraderen, dat ik toch wel denk dat je dus 2 keer moet overnemen, niet in de beste omstandigheden, dat nog kan lukken dan. Dat is voor mij niet, ik zit niet vandaag hier van ik heb het maar eventjes gedaan, ik ben content voor de club, want de club verdient niet van naar derde klasse te gaan. Dus, maar ik heb toch ook bewezen dat, dat niet alles aan één persoon ligt. We zijn een team en een club en je hebt mensen bovenaan, je hebt mensen die moeten spelen, je hebt mensen die moeten tactische doen. Dus vorige week
was het misschien dan tactisch goed dus, dat we vervangen aan de twee mensen die komen die het verschil maken. Dus, maar alles, is, alles hangt dan aan elkaar. En als je, je kan dus alles zeggen gedurende anderhalf uur tegen de spelers, maar dat we op terrein komen en op dat moment gaat het niet. Oké, goed, wie zei dat? Wij dan om dat te veranderen. Dus daarom ben ik content dat ik kan door de grote poort naar buiten gaan, maar omdat ik voor mezelf vind dat ik hier heel lang gewerkt heb op een schitterende manier. Dat de mensen die hier achter me staan en dat voor die reden wil ik langs de grote poort naar buiten en ik denk dat ik erin geslaagd ben. Ik zou zeggen, bravo Kurt. Tot straks, we zien elkaar later, nog maar blijf rustig zitten.